mensen van Volleyball 15 Jeffin hier. En vandaag spelen wij FIFA 16 Demo. Ja, je ziet hier mijn team. Gewoon Roy, Müller, Messi, Gundogan, Fratti, Rakitic, Aspilibula, Lelalfrani, Piqué, Sabaleta en Begovic. Maar we gaan wedstrijd spelen. Dat is snel, want ik had niet genoeg tijd heb, want elke half uur 6 minuten en met mijn... En met mijn dingen, hoe heet het ook weer, hoe heet het ook weer. Met mijn aantal goals, dan maak ik namelijk, ja, ik snap het gewoon over. Snap Santiago Bernabeu. Hello everyone, Martin Tyler here, ja, hallo. Alan Smith with me as usual. Big welcome to you to today's game. Ik denk dat ik een potje ga halen, maar in ieder geval dat ik dit wel even zien. Ik kan namelijk maar een kwartiertje. En dan ga ik zo niet lukken. Dat is mijn team. Piqué starts with Rafael Varane in central defense. And at the point of attack. Laat maar niet op de teamgeest, want ja, ik ben niet zo'n teamgeest focus. Ik ben ook van de beste spelers die ik kan. Ik zit erin. Here's the Chelsea lineup. Thibaut Courtois starts in goal. John Terry plays with Gary Cahill in central defense. Real Madrid stadion. Santiago Bernabeu. Dit box is sowieso echt fix, want dat is echt goed. Je kan nog vragen stellen. Ik ga namelijk ook een paar vragen beantwoorden. Dus ook een paar vragen voor mij. En daar zou ik over praten. Oh ja, zie. Hoe school zo leuk is, nou niet. Vooral mijn Frans dat is kut, mijn vlucht kost als je dit kijkt, dat kut. Niemand mag gewoon. Omdat ik er ooit mogen. Echt een klote beetje zijn. Ik ben net door haar uitgestuurd toen ik een uitstuurbriefje halen. Omdat ik mijn schrift moest pakken. Probeer mijn schrift te pakken. Gaat ze best helemaal boos voor en zag dat ik aan het flirten ben met een meisje achter me. En ik dacht zo, what the fuck. Ze zitten wel echt dikke billen. Maar nog steeds, ik was niet met haar aan het flirten. Ik had gewoon mijn schrift aan het pakken. Hij had helemaal boos worden en flippen en zei van ja, maar mijn pokken op te zetten. Ga dan maar fucking brief halen en shit. En helemaal. En dat was heel duidelijk allemaal. Uiteindelijk moest ik dus natuurlijk halen. Ja, dat was kut. En ja, PlayStation 4 zitten. Het was meestal. De PlayStation 3 kan steeds niet modden, want ik heb 15 euro nodig. En niemand wil het. Ik wou dan naar binnen gaan, zo kerk poeier in de kruising en dan zo, hiervoor heb ik ook net een poeder gekomen met mijn ding, met ook een Dread FC, maar dat was anders. Dat ik al ben mijn jongen in de spits en nu heb ik mes. Of nee, nu heb ik niet meer in de spits geloof ik. In de spits, voor jou, spits. Nee, niks de... Fuck off! Nee! Zag hoe geweldig gauw hij erin ging. Bijna even gauw als Elisa scoort. Fuck it. Ja, ik praat heel veel over Elisa scoort. Dat is zo'n meisje, maar ik was het niet heel erg te belen. Leuk. That's Billy Quetta. Ja, ik weet wat ik over moet praten. De graphics echt gewoon beter zijn, ze bewegen nu beter.
Ik maak wel een ander voor waarbij ik echt alles ga showcase, want ik wil nu even gewoon laten zien hoe een wedstrijd in zijn werking gaat. En de controller trilt nu trouwens. Fuck off! Nee! Nee! Nooit! Zagen jullie dat? Nooit! Nee! Oh, is dat? Nee! Ze moeten scoren. Ik ben boss! Ik ben... Hey! Ga dan fucking... Ik ben nu echt helemaal in hyper-modus. Ik ben helemaal hyper de pieper. Oh ja! Yeah. Ik ben zelf bij trappen nemen, even dat jullie het allemaal weten. Ik kan wel beter in normaal schieten. Ik heb net ging daar trouwens mis omdat ik ik heb bal een paar keer vrij trappen gescoord, maar ik ben niet echt een vrij trappen specialist. Ik ben meer een schietspecialist geworden. Eerst kon ik achter dan niet schieten, maar nu ben ik beter erin geworden. Niet goed passen. Ja, en een goal. Man. Dat is toch een fucking penalty. Hij raakte mij ook. Hij raakte niet alleen de bal. Hij raakte de bal, maar ook mij. In mijn gaat het nou niet. Ik kan dat dood kunnen gaan. What the fuck is dat voor een bal? Soms snap ik deze spelers echt niet. Wat was dat? Kijk. Weet je. Mensen met zwart. Worden om. Bal in de kruising. Gescoord. Geweldig. Ik ben blij. Cameraman, waar ben je? Cameraman! Woehoe! Ja, Gundogan! Ik ben Gundogan! Hij is helemaal niet Duits natuurlijk. Hij is Turks hoor. Shabalak na Gundogan! Fuck, ja, ik kom Turks. Als dat wel... Of nee, ja, zie, hij is toch wel een Duitser. Ja. Ik ben Gundogan, hij is... Blitzkrieg, Deutsch Power, Heil Hitler! Sorry. Sorry voor de Duitse mensen. Chelsea have gone behind. Oh, ik wil geen keeper zijn. Hey, zag je dat? Hey. Raar schiet hem. Good anticipation by the opposing player there to read the direction of the throw. Hey man, faggot in de derde uit Ierland. Neem hem snel! Jesus Christ. Gundogan. Oh, wat een geweldige pas. Oh, wat een geweldige steekpas. Ai nee, ai nee. Ai, nee. Ja. 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 Woe. Go. La. So. Go. La. So. Go. La. So. Go. La. So. Goal! Oh yes. Echt blij. Gundogan. Vorige pocket had ik gepost op iemand, had ik wel gewonnen met iets van... Met 9-1 had ik toen gewonnen. En nu heb ik een goed team. En nu mag ik minder goals. Fuck no! Fuck no! Fuck de paal! Fuck! Elisha, fuck alles wat dat met de paal te maken heeft. Ik ben die paal echt gewoon het slechtste van het slechtste toe. Ik hoop echt dat hij verbrand gaat worden en dat hij niet gerecycled gaat worden. Oeh, dat zou echt zo even zijn. Als mensen kapot zullen maken, dan mag hij niet gerecycled worden. En dan gooien ze hem gewoon weg. Dan moet hij uitverrotten. We gaan doen op. Kid him! Hey jongens! Hey! Cool!
gangster Messi. Seven-man squad. Oh, skill him. Drift. And he took a glance up there, you know, and he saw the keeper's positioning. Really good, cool, composed finishing. Bang! I have to say, it's so one-sided today, but all credit to the team that are racking up the goals. And that is the whistle. En rust, ik neem ze gewoon in hun aan. Om het netjes te zeggen. Hier in de Bernabeu, we're underway in the second half. Zo, bedoel je een harde paas? Now Fabregas. Oh nee, mijn zusje komt. Ik word al betrapt. Nee. Waarom? Ja, wat is het? Wat? Nee, laat maar haar met rust. Oh, het moet een goal. Niet maar haar die missen. Zullen ik een beetje te voor skip, maar ik denk dat we nu nog tijd over hebben. Ik heb ook namelijk maar een kwartier recorden en het moet zo joh. Het voetje duurt 12 minuten als er niks gebeurt. Dat is exclusief cutscenes en shit. Dus ja, die kan ik zoveel mogelijk overstaan en nu hebben we niet meer genoeg tijd. Opportunity for Chelsea. And now the shot. He's kept it out. En dus, zoals ik het niet haal, zeg ik nu ook voor als like, deel, abonneer. Gewoon deel met al je vrienden en dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Okay, like, deel, abonneer, volgende video weer. Tot ziens. Ja, ik moet echt een leven voor yesterday. Kan je de deur dichtmaken? Anders kan je niet meer schreeuwen. Schijf! Rood! Gooi er de kartjes aan eens. Pablo Zabaleta. They've set it up well for the cross. Gundogan. And he's dispossessed. Eden Hazard. Ja. Here's the chance to get in the cross. Beneden? Dus ga je weer meneer TV kijken? Ivan Rakitic. Ja, ga dan Dora kijken. Is Dora nu nog weg? This is gonna be a throw. Zeg oma. Oma 53. He's got support here. Oh, he's moved in trying to jostle the opponent of his strike. Oscar. No, oh mijn god, wat ben jij slecht. Jij bent echt gewoon poep. Sorry, dat zag je het goed, mensen. Ja, ze zeggen, hij is echt poep, hè. Helemaal. I did think that this would be one of the tightest games you've seen, Alan, but it's extraordinary. It's going the other way. Ah, wow. Echt poep zijn nu. Corner coming up. Hij kon het zo makkelijk als Sven die goal maken, maar ja. Hij moet weer. Ah! Hij doet pijn, stop met die kom, ga naar beneden. Wil je niet, ik weet. Ah! Ga binnen! Nu! Niet slaan. Moet ik jou slaan? Oké, begin aan te luisteren. Wat is een big bamboo? Wat een big bamboo! Niemand weet het. Geef die kom hier. Ja, ga dan naar oma geven. Ja, ga maar. Doei. Ga dan. Ja, ga maar aan oma vragen. Doei. Ja, mama vragen ook goed. Doe maar wat als je maar zolang je maar weggaat. The ball's taken from them, they've lost it now. This could be a chance. What? Oh, no. Neymar!
intercepting and getting possession back for his team. Now the shot! What a fine save! Now Eden Hazard with a cross. That's a goal to reduce the deficit. Well, lots of goals for you to digest here. 5-2, still time to play. He's given the free kick. It's in a really threatening position too. A difficult call for the referee, but he sent him off. And with the team already behind in the match, it's only going to make it that much worse. Yeah, I think that's put the lid on it. Hey, he's rolled all off. With the extra man now, this side that's leading should go ahead and maybe get one or two more goals. Very nearly from the free kick. Don't think he could have hit that one much better. Three minutes to be added on. Well, you can see what he was trying to do, but the pass wasn't on. Space to try and hit it now. Well, it's a long, hard road to get back in this, but they are giving it a go. The break is definitely on. Oh, man. Oh! Shots on! Oh! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him. Nou mensen, dat was de aflevering. Like, deel en abonneer voor meer. En dan zie ik jullie later weer.